De staat Suriname heeft aan 50 Mennonieten families toestemming gegeven om zich hier te vestigen. Dit liet president Chandrika Persat Santokhi gisteren weten in de Nationale Assemblée. Het staatshoofd zegt dat er een verzoek binnenkwam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van een lokale agrarische investeerder om Mennonieten toe te laten in Suriname om zich in te zetten voor de agrarische sector. Na lange overwegingen en discussies heeft de regering besloten om een pilotproject hieraan te koppelen. Voor een tijdsperiode dat beperkt is tot 50 families, dat de staat geen grond ter beschikking gaat stellen, dat de staat geen grond zal verkopen aan hun. En dat is gelukkig niet gebeurd. En als er personen komen, zullen ze onderworpen moeten worden aan de normale procedure van vreemdelingenwet, vreemdelingenrecht. En dat alles goed getoetst zal moeten worden, ook met een achtneming van het veiligheidsaspect. Dat als de personen zelf grond gaan zoeken, dat niet mag zijn in leefgemeenschappen, in stamverband levende gemeenschappen en of in die omgeving. Dat in ieder geval de personen geen gronden gaan zoeken in gebieden waar er een juridictie, wat nog verder uitgewerkt wordt hier in het Gaag College, van grondenrechten heerst. Die zorgvuldigheidsdingen zijn meegenomen. Op dit moment hebben we geen enkel aanvraag, meneer voorzitter, dat de groep naar Suriname komt. Minister Dino Tafors-Wijk van Grondbeleid en Bosbeheer bevestigde vanmorgen ook dat er geen grond wordt geboden aan de Mennonieten families. Zij zullen de grond moeten kopen. En kopen doe je bij iemand die al een grond heeft. Dus het ministerie is helemaal niet erbij betrokken. Ze kopen gewoon misschien eigendom bij de grootgrondbezitters of misschien grondhuur bij de grootgrondbezitter. Maar wat domeingrond betreft gaan ze niet krijgen van de staat. De staat wil een lijst van namen van de families die zullen afreizen naar Suriname.